Wij zijn hier bij DJ Gear. Wij zijn helemaal gespecialiseerd in eigenlijk alles wat een DJ aanraakt. En we worden steeds groter. We groeien met de markt mee. We zijn bij Behoevenaars, Lichtgeluid Video. Wij zijn een aanbieder van technische apparatuur voor zakelijke evenementen en publieksevenementen. Ik omschrijf het wel eens, hè, veel mensen werken totdat het tijd is. Wij werken totdat het klaar is. Dus dat is denk ik een beetje wat het, de dynamiek van de branche wel omschrijft. Ja. Toen ik heel klein was, deden we alles in de Gmail-agenda, zeg maar, bijhouden. Ja, op een gegeven moment, je houdt het gewoon niet meer bij. Ik zeg, het zijn zo'n grote aantal waarmee we werken. Dus je moet wel met een goed pakket werken om het allemaal goed voor elkaar te hebben. We werkten eerst met een ander pakket, in een ander systeem. Dat was niet echt meer van deze tijd. En Rentman is gewoon van nu. Het is gewoon logisch en het werkt gewoon heel makkelijk. Met de nieuwe Rentman is het planning dus van mensen en voertuigen. Dat grijpt dan allemaal in elkaar tot een soort homogeen plaatje aan dat je dus een project hebt met daarin je materialen, je resources zoals wij dat noemen. Dus je middelen, dus je transportmiddelen en je mensen. Dat is allemaal vrij makkelijk samen te brengen. Je hebt dan overzicht in personeelsplanning, waardoor je heel makkelijk ziet waar iedereen zit. En ook of de tijden kloppen, of ze genoeg rustpauze ertussen hebben. Dat zie je in één overzicht heel makkelijk. Ik moest vroeger altijd bij mijn computer zijn, bij één computer, waar ik kon werken. Nu zit ik op festivals. Ik kan op een festival offertes maken, ik kan facturen maken, ik kan alles. Als ik een telefoontje krijg en ik zit in Amsterdam, ik kan alle minuten in mijn telefoon kijken of op mijn laptop. Of er een apparaat beschikbaar is. Dat betekent dus ook dat mensen die op locatie zijn, hè, projectmanagers die op locatie zijn of wat dan ook, die kunnen daarmee inzicht krijgen in wat er speelt voor hun project, maar ook eventueel voor andere projecten. Op het moment dat we in de min gaan met apparaten, dan komt op de tijdlijn een rode balk, zeg maar. En als we dan spullen bijgehuurd hebben, je kunt invoeren waar het vandaan komt, hoe lang het onderweg is, wat het kost om in te huren. Ja, je kunt gewoon alles in kaart brengen. Heel makkelijk. Ja, en de scannen werkt gewoon helemaal briljant, omdat we heel veel dezelfde items hebben. We hebben heel veel dezelfde cd-spelers, grote aantallen. Dan weten wij precies welke speler, naar welke klus. Ook omdat we op locatie steeds meer gaan werken met de app. Dan weet je ook meteen of er een apparaat weg is, ja of nee. Of dat je dan moet gaan zoeken naar een apparaat of hoe het ervoor staat, zeg maar. En niet op maandag of dinsdag als de kist uit de wagen komt, dan weet je gewoon sneller wat er aan de hand is. Daarnaast met grote pakketten dat je voor kleinere bedrijven gewoon aan veel te hoge opstartkosten zit. Een middelgroot bedrijf tienduizenden euro's investering praat om van start te gaan met zo'n pakket. Wat natuurlijk heel anders is als bijvoorbeeld met een Rentman. Dat je dus een maandelijkse fee hebt of wat dan ook. Dat is veel laagdrempeliger. Ja, het makkelijke van Rentman is dat alles in één scherm eigenlijk te zien is. Van personeelsplanning, facturen, materialen, voertuigen, het magazijn. Dat je gewoon alles heel snel en direct bij elkaar hebt. Ja, ik vind het meer dan perfect werken.